Hoi Schorpioen, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor jullie likes, reacties en natuurlijk de abonnementen. We hebben zojuist de winnares getrokken vorige week, omdat we over de 2000 abonnees zaten. En het motiveert me enorm om door te gaan. Dus bedankt daarvoor. We gaan even verder om te kijken wat het universum voor jullie in petto heeft. Wat wil het universum zeggen tegen sterrenbeeld Schorpioen? Wat is er op dit moment belangrijk om te weten van het universum naar sterrenbeeld Schorpioen? Wat wil het universum tegen jullie zeggen, Schorpioenen? Wat is belangrijk op dit moment om te weten van sterrenbeeld Schorpioen? Sterrenbeeld Schorpioen op dit moment. Mid-september, eind september. Wat is belangrijk voor sterrenbeeld Schorpioen? Oké, daar gaan we, Schorpioen. Schorpioen, wat ik vooral zie is dat jullie hartchakra een beetje koud is. Vooral het bovenste gedeelte. Het is wat koel, het is wat afgevlakt. En ik heb het idee dat er iemand in je leven gaat komen, Schorpioen, die dat gedeelte van je hart kan laten smelten. Het kan een crush zijn. Het kan iemand zijn die voor even voorbij komt. Het hoeft niet een hele langdurige relatie te zijn of connectie te zijn. Het hoeft niet altijd een relatie te zijn. Maar het is wel iemand die in staat is om dat koele hart van jullie te doen smelten. En het heeft misschien te maken met pijnen van vroeger, verdriet van vroeger, waardoor jouw hart een beetje bekoeld is geraakt. Alleen, er komt iemand dus op jouw pad, Schorpioen, die helpt om dat koele hart van jou te laten ontdooien. En deze persoon, het kan zijn, plak er ook niet meteen een de relatie op vast of... Dit is iemand die voor altijd blijft, maar het is iemand die juist in je leven komt om dat stukje van jouw hart te doen smelten. En dat heeft te maken met vroegere pijn. Dus stel je open daarvoor, dat is belangrijk. Wat ik ook wil zeggen is, er zijn ook stenen verkrijgbaar natuurlijk. Die helpen jouw hartchakra te doen smelten. Die dat gedeelte van je hart zachter doet maken. En wat ik ook zie is dat het belangrijk is om echt lijfelijk contact te maken met deze persoon. Dus niet dat je nou meteen een bed inspringt met Jan en alle man die voorbij komt omdat ik dat gezegd heb. Zo moet je het niet zien, maar er komt iemand die jouw hart weer zachter doet maken. En belangrijk is daarbij inderdaad echt lijfelijk contact. Dus niet alleen maar via beeld, zoals dit bijvoorbeeld, maar echt omarmen, vasthouden, hand vasthouden, zodat de energie ook kan vloeien. En ja, dat is de boodschap van het universum voor jullie op dit moment. Iemand die op je pad komt om dat koude hart van jou te doen smelten. En nogmaals, plak er niet meteen het predicaat huwelijk op aan vast. Het gaat om dat contact en vooral het fysieke contact, het lijfelijke contact. Dus Schorpioen, dat was eigenlijk de boodschap voor jullie mid-eind september. Iemand die je hart opent. Dus heel veel succes daarmee en bedankt en tot de volgende keer. Doei doei!